Haagse jihadverdachte voor de rechtbank in Amsterdam. Yassine B. bekent neersteken Alphenaar Pierre Wijmans, maar zegt dat het uit zelfverdediging was. En vluchtelingen biedt hulp aan vluchtelingen. Dag dames en heren. De jihadverdachten uit Den Haag zijn activisten die expres provoceren. Dat zegt onderzoeker Martijn de Koning vandaag tijdens de eerste dag van het proces tegen 9 mannen en een vrouw. Ze staan terecht voor opruien, ronselen voor de strijd in Syrië en het vormen van een terroristische organisatie. En vanwege die verdenking van terrorisme is de zitting bij de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam. En daar is ook onze verslaggever Vincent Veeman. Vincent, waren ze er allemaal bij? Nee, ze waren er niet allemaal bij. In totaal zijn er 10 verdachten. Maar van 3 van hen wordt gedacht dat ze in Syrië zitten. Een van die 3 zou zelfs zijn overleden. Dus ze konden er vandaag ook niet allemaal bij zijn. Het was wel de eerste keer dat we de andere verdachten in levende lijven zagen. Want in totaal zijn er 3 mensen die als hoofdverdachten worden gezien. Die zitten ook nog steeds vast. Die zijn iedere keer op de eerdere zittingen geweest. Die moesten daar verschijnen. Maar die anderen waren vrij, hoefden daar niet te komen. Dus die hadden we ook nog niet eerder gezien. Het is ook de eerste keer dat zij met z'n allen weer bij elkaar kwamen. Dat weerzien, dat was hartelijk. Er werden over en weer handdrukken uitgewisseld. En ook de familie en vrienden die op de publieke tribune zaten, daar werd enthousiast mee gezwaaid en naar gelachen. Ja, nu weten we dat de zaak weken gaat duren en pas in december wordt afgerond. Wat is er vandaag besproken? Vandaag was er een verhoor van een onderzoeker. Die is een tijd lang met die gasten opgetrokken. Hij deed onderzoek naar wat nou precies hun gedachtegoed was. En is zodoende vaak met ze in contact geweest. Heeft met ze gesproken door de jaren heen. En dat is kennis die nu natuurlijk goed van pas kan komen. Ook al is er ook wel de kritiek dat hij misschien iets te veel vriendjes met ze geworden is. Ja, hij noemt ze dus spektakelactivisten. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, zij zoeken naar een manier om hun gedachtegoed en hun kijk op de islam verder te verspreiden. Dat doen ze aanvankelijk met bijvoorbeeld straatdawa. Dan gaan ze de straat op en discussiëren met mensen die ze tegenkomen. Maar daarna gaan ze zoeken naar meer mediagenieke methoden om dat voor elkaar te krijgen. Meer spektakel. Dingen die het goed doen op tv en op foto's. Denk aan bidden op straat. De grote zwarte vlaggen waarmee gezwaaid wordt. Echt dingen waarmee ze de aandacht trekken en die ze dus op die manier ook heel doelbewust gebruiken om hun boodschap verder te verkondigen. Vincent, er zit door de jaren heen dus ook een ontwikkeling in. Ze willen steeds verder gaan. Ja, dat klopt, maar ondertussen verandert de wereld natuurlijk ook mee. Misschien wel een kantelpunt daarin is het incident in de Hondiusstraat. De slag bij Hondius, zoals het ook nog wel gekscherend wordt genoemd door de jongens. September 2013. Ze hebben daar een avond, komen daar bij elkaar. En die avond wordt vroegtijdig door de politie afgebroken. Er vallen klappen, er wordt 5 man gearresteerd. Ja, totaal niet wat ze verwacht hadden. De onderzoeker zegt van ze gingen er wel vanuit dat de politie zou komen. Dat die interesse vanuit de politie er wel zou zijn, maar dat het zo heftig zou zijn. Daar hadden ze totaal niet op gerekend. Want je ziet nu dat mensen die zwarte vlaggen waarmee ze zwaaien ineens beginnen te associëren met IS, met de gruweldaden in het Midden-Oosten. En die impact die hadden ze daar in de Hondiusstraat volledig onderschat. Ze hadden niet gedacht dat dat zoveel los zou maken. Het is eigenlijk de eerste keer dat ze dat een beetje door beginnen te krijgen. En een jaar later in de Schilderswijk bij die demonstraties zie je ineens alleen nog maar van die zwarte vlaggen. En natuurlijk de media die daar direct opspringen en de aandacht voor hebben. Je zou kunnen zeggen, doel bereikt. Ja, we weten dus dat de zaak nog lang gaat duren. Uitspraak is in december. Wat gaat er nu op korte termijn gebeuren? Nou, het verhoor van die onderzoeker vandaag, dat is al uitgelopen. Dus dat gaat morgen verder. In de loop van de week zullen er nog meer getuigen en deskundigen worden gehoord. De bedoeling is dan dat begin volgende week, maandag, wordt gestart met het verhoren van de verdachte zelf. Vincent Veeman vanuit de rechtbank in Amsterdam, dankjewel. En dan nog meer rechtbanknieuws, want Yassine B. heeft bekend dat hij vorig jaar december Alphenaar Pierre Wijmans heeft neergestoken. Wijmans overleed een week later. Vandaag stond de verdachte voor de rechtbank in Den Haag. Yassine B. zei dat hij handelde uit noodweer. Zondagochtend 14 december gaat het na een avondstappen gruwelijk mis in de Julianenstraat in Alphen aan den Rijn. Pierre Wijmans en een vriend krijgen ruzie met iemand die hen op straat aanspreekt. Er ontstaat een worsteling waarbij Pierre Wijmans 4 messteken oploopt. Een week later overlijdt hij.
Alphen reageert geschokt op het uitgaansgeweld en de dood van de 27-jarige Pierre. Een stille tocht en een erestoet volgen. Inmiddels is Yassine B. aangehouden op verdenking van doodslag. Vandaag voor de rechtbank bekend de verdachte te hebben gestoken. Yassine B. zei tegen de rechters dat hij handelde uit noodweer. Hij zou racistisch zijn bedreigd toen hij de mannen vroeg om een vloedje. Hij zei: er werd op me ingetrapt en Pierre nam me in een wurggreep. Ik kreeg geen adem meer. Toen heb ik uit paniek het mes gepakt en in zijn been geduwd. Tijdens de zitting betuigde de verdachte spijt aan de familie en vrienden van Pierre. De advocaat van Yassine B. wil dat zijn cliënt wordt vrijgesproken. Maar het OM vraagt zich af of de verdediging door Yassine wel noodzakelijk was. Verdachte heeft Pierre gestoken en zeer ernstig verwond met fatale afloop. Aldus de officier van justitie. Zij eist een gevangenisstraf van 10 jaar. Een geparkeerde auto is afgelopen nacht op de Noordpolderkade in Den Haag geheel uitgebrand. De brandweermannen hadden enige moeite om de vlammen te doven. Het gaat om een hybride auto met lekkende vloeistof. Een tweede auto is in Wassenaar in vlammen opgegaan op de kruising van de Van Kranenburglaan met de Serenbergstraat. Dat gebeurde ook vannacht rond 3 uur. De oorzaak van beide branden is niet duidelijk. Opzet wordt niet uitgesloten. Ook vandaag is de belangstelling om de Oranjezaal van Paleishuis ten Bosch in Den Haag te bezoeken groot. Vanochtend kwamen nieuwe kaarten beschikbaar, ruim 2500. En die waren binnen 12 minuten allemaal gereserveerd. Een paar weken geleden gingen nog ruim 2 keer zoveel kaarten binnen 6 minuten weg. Het paleis wordt op dit moment niet gebruikt door de koning, omdat het binnenkort gerenoveerd wordt. Wie de Oranjezaal met eigen ogen wil zien, heeft volgende week maandag weer een kans om een kaartje te bemachtigen. Met een hypermoderne, radiografisch bestuurbare auto wordt vandaag een uniek experiment gedaan vanuit de ruimte. Bij ruimtevaartlab ESTEC in Noordwijk rijdt een karretje, Interact genaamd, rond. En de joystick wordt bediend door een astronaut in het internationale ruimtestation ISS, 400 kilometer boven de aarde. Het is de eerste keer dat een karretje op aarde wordt bestuurd vanuit de ruimte. En nieuwsgierig hoe dat eruit ziet, morgen hier in het TVWest Nieuws een reportage over deze bestuurbare auto vanuit de ruimte. Het zijn drukke tijden voor autoschadeherstelbedrijven in Gouda en omgeving. Na het noodweer van vorige week moeten ze nu vol aan de bak met het uitdeuken van beschadigde auto's. Hagelstenen zo groot als pingpongballen lieten een spoor van vernieling achter. Honderden auto's moeten nu langs de garage en ook bij autoschade Hoge Boom in Nieuwebrug is het druk. Goedemiddag, ik spreek met autoschade Hoge Boom, met Jeanette. Nog steeds staat de telefoon roodgloeiend. Meer dan 150 gedupeerde autobezitters hebben al een afspraak en de telefoon blijft maar rinkelen. Dus als ik het goed begrijp, heeft u een Mercedes en daar heeft u hagelschade aan. En wat is de plaats waar de meeste schade aan zit? Maar het is dan ook bar en boos vorige week. Noodweer trekt over de regio. Rond Gouda en omgeving gaat dat gepaard met flinke hagelstenen. En daar is niet iedereen verdrietig over. Ik stond lichtjes te dansen. Ja, thuis ook wel schade, maar dat is natuurlijk allemaal op te lossen. Nee, ja, het is werk voor ons, het is omzet. Heel veel werk. Want zo met het blote oog zie je het bijna niet, maar met een speciale lamp wel. En dan blijkt dat het dak van deze auto meer dan 500 putjes heeft, veroorzaakt door hagelstenen. Het uitdeuken daarvan wordt gedaan door specialisten. Dat zijn mensen die dus het uitdeuken zonder spuiten. Want daar wordt het meeste mee gedaan. En dat zijn dus restylers, noemen wij dat. Of hageljagers, want het zijn specialisten die in heel Europa werken en eigenlijk de hagelbuien achterna reizen. Marco bijvoorbeeld is een Zwitser en zit voordat hij in Nieuwebrug aan de slag gaat nog in Spanje, waar het ook gehageld heeft. Marco, wat is schwierig daaraan? Man moet veel geduld hebben. Also, het is een nervenjob. Also, daar moet man richtig geconcentreerd zijn. Nu werkt alleen Marco nog in deze garage, maar vanaf volgende week komen er nog eens 2 restylers bij. Het autoschadeherstelbedrijf verwacht uiteindelijk over 1 week of 9 alle auto's met hagelschade opgelapt te hebben. Overal in Nederland springen mensen in de bres voor vluchtelingen. En wie misschien wel het meeste met hen meevoelen, zijn mensen die zelf ook ooit gevlucht zijn. Zoals bijvoorbeeld Nelab uit Alphen aan de Rijn. Zij zijn actie begonnen om vluchtelingen te helpen.
Ik heb hier nog meer medicijnen en pleisters. 4 jaar was ze toen ze met haar familie vluchtte uit Afghanistan. Nelab, 30 jaar oud en inmiddels moeder van 2. Dan deze voor vrouwen. Hoewel ze toentertijd nog heel jong was, weet ze heel goed wat de vluchtelingen van nu meemaken. En ik heb dan misschien niet hele traumatische dingen gezien. Behalve dat wij ook 3 dagen zonder eten en drinken hebben geslapen op een bankje. Hartje winter, december in Nederland. Wat ik wel weet is dat ik dacht, waarom? Waarom hebben wij niks? Waarom hebben wij nu geen huis? En toen ik dat jongetje zag, kwam die gevoelens weer naar boven. Van waarom? Waarom ligt dat jongetje daar? Eentje hier, eentje hier. En dus beslist ze om een inzamelingsactie voor vluchtelingen te beginnen met een paar vriendinnen. Jullie hebben al een handdoekentas? Ze krijgen een loods in Alphen aan de Rijn gedoneerd. En binnen 6 dagen verzamelen ze veel meer dan ze hadden gedacht. Nou, dat is toch ongelooflijk. Alphen doneert ook gewoon helemaal nieuwe spullen. We hebben hier gewoon handdoeken. Een mevrouw kwam spenen, een zak spenen brengen. Ze hebben Action leeggehaald. Kijk dan, dit is gewoon ongelooflijk hoeveel we hebben gekregen. 2 loodsen zitten bijna vol. En nu is de vraag, wat doe je met al die spullen? Op dit moment, dat frustreert ons. We hebben zoveel spullen en waar gaat dat heen? Waar mogen we de spullen brengen? Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers roept mensen op om geen spullen meer te doneren voor vluchtelingen. Volgens het COA is de hulp de afgelopen dagen zo overweldigend dat er veel te veel goederen worden gebracht voor de vluchtelingen in Nederland. Het COA roept mensen op om de hulpverlening aan professionals over te laten. Dit bericht komt nu pas uit en Nelab zit met haar handen in het haar. En ze krijgt niemand van COA te pakken. Ik bel een telefoonnummer heel lang in de wacht. Dan moeten we een contactformulier invullen. Die vullen we in. Krijgen we geen respons op. Ja, een standaard e-mail. Maar ik kom geen stap vooruit. Ik zit met 2 loten vol. Met of zonder begeleiding van het COA is Nelab vastbesloten om haar hulpactie te laten slagen. We zullen er persoonlijk voor zorgen. We willen er ook echt heen gaan dat wij zien van waar komen onze spullen, of we onze spullen van ons allemaal, nou terecht. Lifeguard op het Haagse strand. Dat klinkt natuurlijk heel erg leuk, maar dat word je niet zomaar. Elke zomer leidt de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade een nieuwe lichting lifeguards op. Gisteren werden de examens afgenomen onder zeer gure weersomstandigheden. Met de safari gaan we deze week langs de kust van Zuid-Holland. En deze dag zijn we bij de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade. Het is druk. En de mensen gaan vandaag examen doen. En ze hebben mij gevraagd een rol te spelen. En ik zie daar in de verte, zie ik volgens mij mensen die in problemen zijn. Ik denk dat we de reddingsbrigade moeten gaan waarschuwen. Het zijn 2 mensen daar verderop. Ik denk nu zo'n 100 meter in het water. Weet je wat er is gebeurd? Ik kwam hier gewoon toevallig aanlopen en ik zag opeens een hand in de lucht. Okay, en ik dacht van, ze zijn in problemen. Volgens mij hebben ze nu de mensen te pakken. Die is ook bij de auto. Ik had het vast, maar het was een hele harde zee en ik kon niet meer terug. Het is heel lastig vandaag. Het was bewusteloos, maar gaat het goed? Hij heeft ademhaling. Wel ademhaling? Ja. Meneer, kunt u me horen? Meneer. Als onderdeel van het examen doen we nog met elkaar een soort nabeschouwing. Hè? Dat noemen we dan heel netjes een reflectiegesprek. Moeilijk. Het is altijd vrij lastig in zo'n zee, maar het is wel een uitdaging. Maar het ging goed. Het ging prima. Wat mij opviel is dat het best wel heel veel moeite kostte om erbij te komen. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk wel een aardig stuk zwemmen. Veel duiken onder de golven. Maar dan moeten we hier allemaal wel gewoon kunnen. En dat ging ook gewoon helemaal goed. Gefeliciteerd. Dankjewel. Yes. Jordi! Dankjewel. Juri! Ik heb ook dit seizoen 248 uur gedraaid. Dat bewijst hoe leuk het is en hoe leuk de sfeer is hier. Wanneer mag je echt aan de bak? Vanaf nu. Ik heb een diploma. Ik mag nu aan de bak. Dus stel er gebeurt nu, dan mag ik zomaar op de boot gaan zitten als extra persoon of lopen. Of
ik mag nu al eigenlijk aan de slag. Ja, dan eens kijken of het weer wat opknapt de komende dagen. Hier is onze eigen Huub Mizee. In de loop van deze week krijgen we een weerbeeld waar veel mensen weer op zitten te wachten. Min of meer nazomer met drogere perioden, meer zon en ook weer hogere temperaturen. Ja, dat mag ook wel natuurlijk, want de afgelopen periode sinds 1 september al is er bijzonder veel neerslag gevallen. In zowel Delft als in Lisse deze maand tot nu toe al 76 mm. Dat is bijna evenveel als normaal voor de hele maand. En dat levert dan ook alweer behoorlijk veel paddenstoelen op. Grote paddenstoelen zoals deze reuzenbovist, 11 centimeter groot maar liefst. En ja, ook vandaag hadden we nog af en toe met buitjes te maken. Die kwamen vanaf de Noordzee binnen. Dat was op verschillende plaatsen het geval. Daarnaast toch ook alweer wat opklaringen. En de temperatuur kon dan ook alweer plaatselijk de waarde van 18 graden behalen. Nou, de komende avond en nacht zal er in grote lijnen nog niet zo heel veel veranderen. We hebben wolkenvelden, er zijn wat opklaringen, misschien nog een enkel buitje, maar dat zal niet veel meer voorstellen. De wind blijft voorlopig noordwestelijk en zal zwak tot matig worden vannacht, terwijl de temperatuur daalt tot ongeveer 12 graden. En morgen overwegend droog weer, een afwisseling van zon en wat wolkenvelden. Wolkenvelden zullen waarschijnlijk nog wel overheersen. Ook morgen een zwakke tot matige noordwestenwind en dan morgenmiddag een temperatuur van om en nabij de 18 graden. Maar woensdag zien we iets structureel veranderen. De wind die wordt oostelijk dankzij een hoge drukgebied dat vanaf Schotland naar Scandinavië zal trekken. Daarbij ook droog weer, periode met zon en dat bij een oplopende temperatuur tot zo'n 19 graden. Dankjewel Huub en tot zover het TV West nieuws van maandag 7 september. Meer is te vinden op omroepwest.nl, de apps en op onze Facebook- en Twitterpagina's. Hier straks TV West Sport, Bart Nolles. Ja, je gaat het toch niet hebben over het Nederlands elftal, hè? Nee Menno, die ellende laten wij inderdaad even passeren. Maar we hebben hele andere mooie sport in TV West Sport zometeen. Bijvoorbeeld zijn we live bij het tennis in Alphen aan de Rijn, bij het Thean International. We gaan het hebben over Maureen Koster, de atlete uit Boskoop die zoveel ellende meemaakte tijdens het wereldkampioenschap in Peking 2 weken geleden. En we hebben een gast aan tafel, namelijk hockeyer Floris van der Linden van HGC. Met hem blikken we vooruit op het hockeyseizoen dat volgend weekend gaat beginnen. Dat en veel meer, ook nog voetbal trouwens uit de zondag topklasse. Zometeen in het hele uur op TV West Sport. Dankjewel Bart, dat is straks in TV West Sport. Het TV West Nieuws is er morgenochtend weer zoals altijd op alle werkdagen vanaf 7 uur. Voor nu een hele fijne avond.